Battlefield 1 had met zijn historische setting ongelooflijk veel succes. Dus het is volstrekt logisch dat Electronic Arts met Battlefield in het verleden blijft. Battlefield 5 speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En ik heb hem hier op EA Play in Los Angeles voor het eerst kunnen spelen. Over hoe die speelsessie ging, dat vertel ik zo. Maar laten we eerst even met twee nieuwtjes beginnen. Ten eerste, Battlefield 5 krijgt een Royale modus. Nou, wat het in gaat houden, met hoeveel spelers het is, hoe het precies werkt, dat weten we allemaal nog niet. Maar DICE kondigt aan dat er een Royale modus in gaat zitten. Ik sprak ook nog even met de jongens van DICE. En die vertelden ook dat het... Ja, gezien de populariteit van Royale, bij hem begon te kriebelen. Want ze hadden zoiets van, wij hebben de Frostbite engine. Wij kunnen allemaal dingen doen die andere ontwikkelaars niet kunnen. En we willen gewoon kijken wat die engine kan met Royale. Nou ja, het antwoord op die vraag zullen we later zien. En later kun je heel letterlijk nemen, want de Royale mode zal niet in Battlefield 5 zitten als hij verschijnt. Die wordt na de launch pas toegevoegd. En dat is eigenlijk het tweede nieuwtje, dat zal gratis zijn. Net als alle andere content die na de launch van Battlefield 5 er nog bij komt. Alle game content wordt gratis. Er zijn geen season passes, geen lootboxes en dat soort dingen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Dat er een multiplayer in Battlefield 5 zit, dat is natuurlijk vrij logisch. Maar er is ook weer een singleplayer. En die singleplayer zal op dezelfde manier werken als in Battlefield 1. Dat wil zeggen, je krijgt war stories. Je krijgt de verhalen van verschillende soldaten. Misschien wel verzetstrijders, dat soort dingen. Die krijg je allemaal te zien. Nou, we hebben er nu eentje van gezien. Dat is een Noors meisje die dan vanuit het Noorse verzet tegen de Duitsers gaat strijden. We hebben dat nog niet kunnen spelen. Dat zal misschien later nog komen. Maar mocht je de war stories uit Battlefield 1 leuk gevonden hebben, nou, bereid je dan maar vast voor op Battlefield 5, want dat wordt dus van hetzelfde laken een pak. We almost have the sector. Righto, clear the sector of Dan door met hetgene we wel al gespeeld hebben, namelijk de multiplayer. We speelden hier een Grand Operation die zich ook weer in Noorwegen afspeelt. En we speelden daar de eerste twee dagen van. Elke Grand Operation telt nu meerdere dagen om een beetje dat hele totale missiegevoel over te brengen. Als je bijvoorbeeld denkt aan Operation Overlord. Dat begon natuurlijk met parachutisten en een landing op een strand. En verplaatst zich daarna stukje bij beetje. Nou, of die operatie er letterlijk in zit, dat weet ik nog niet. Ik gebruik het even als voorbeeld. Maar in Noorwegen begint het met een aanval. Een airborne aanval van de geallieerden op de Duitsers. En dan speel je ook letterlijk de airborne mode, zo heet dat ook. En de geallieerden moeten dan bepaalde explosieven in handen krijgen en daarmee een aantal kanonnen zien op te blazen. En de Duitsers moeten dat zien te voorkomen. Nou, als de geallieerden winnen, dan ga je naar day 2. En dan krijg je een soort van rush-achtige spelmodus, waarbij het slagveld zich steeds een beetje opschuift. En als de geallieerden dat ook halen, dan ga je naar dag 3. Nou, dag 3 hebben we hier dus niet kunnen spelen, maar wel alvast dag 1 en 2. En ik vind het eigenlijk jammer dat ik aan de kant van de Duitsers zat, want ik vond dat hele idee vanuit het vliegtuig springen als airborne soldaat, leek me heel tof. Maar goed, ik was aan de verdedigende kant en... Ja, dat gaat eigenlijk een beetje zoals je gewend bent in multiplayer games. Ingraven, snipers aan alle kanten. Er wordt natuurlijk veel gebruik gemaakt van voertuigen en dat soort dingen. En in die voertuigen zit ook weer een nieuwtje. Want je kunt in deze Battlefield bepaalde stationary guns verplaatsen. Je bent natuurlijk gewend dat in Battlefield 1 dat bepaalde guns op bepaalde plekken stonden. Nou, dat weten de gamers in de vliegtuigen weten dat ook. Dus die waren op een gegeven moment heel goed getraind in, oké, we vliegen, die gun uitschakelen. Nou, dat kan in Battlefield 5 niet meer, want je kunt die guns verplaatsen. Je neemt gewoon een zwaarder, bijvoorbeeld een tank of een APC. En dan kun je gewoon een anti-aircraft gun, kun je dan gewoon met je meeslepen en op een andere plek neerzetten. Dus dat is wel goed voor de dynamiek in de game. We are losing objective Antorini.
Ik heb hier op EA Play een paar potjes Battlefield 5 kunnen spelen. En dat is natuurlijk nog lang niet genoeg om echt een mening, echt een oordeel te hebben over de gameplay. Maar als ik er toch twee dingen moet uithalen, dan is het in de eerste plaats dat het weer echt Battlefield spektakel is zoals je het gewend bent. Je kunt bijvoorbeeld met een tank dwars door een gebouw heen rijden. En het geluid is ook fantastisch. Het draagt enorm bij aan dat spektakel. Wat mij bijblijft zijn bijvoorbeeld de doffe dreunen van het luchtafweergeschut. Als dat dan ontploft in de lucht, dat voel je echt gewoon door je heen bijna. Komt ook omdat ik misschien een hele goede headset op had. Maar goed, het sound design is in ieder geval heel goed. En het tweede onderdeel is de flow van de game doet toch ook wel een beetje denken aan Battlefield 1. Dingen als bij je squad blijven, als je dood bent, squallen op je squad opmaten. Dat zijn dingen die ook heel erg in Battlefield 1 zaten. Je hebt niet zozeer het idee dat je gewoon weer Battlefield 1 aan het spelen bent. Dat niet. Het voelt wel echt als een nieuwe game. Het oogt ook zeker als een nieuwe game. Het ziet er weer een stapje mooier uit. Maar het hangt er ergens tussenin. Het is wel herkenbaar. Tot zover onze eerste kennismaking met de multiplayer van Battlefield 5. De komende maanden zal DICE meer gaan laten zien van bijvoorbeeld de singleplayer. En op 19 oktober verschijnt de game. En nogmaals, dan nog zonder de Royale mode. Je eindroppen. Jeg skal ikke. Sus!